roken. Oh, ik heb ook zin in sigaretten. Hebben ze nou, heeft hij de schade nou ook doorheen gehaald, of niet? Ja, ja. Het is ja, wel beetje. Leuk, hoor. Aan de zijkant. Ik vind dit wel leuker. Het staat wat vlotter of zo. Ik vind het echt leuk gedaan. Wat jonger. Ja. Ja, dat is echt cool. Ik vond het ook wel leuk. Mooi bootje. Oh, dit is zo uit mijn comfortzone hoe ik erbij loop. Hier loop ik er buiten nooit bij, joh. Nee, maar dat is wel mooi, hoor. Zo. Dat is één keer in nooit weer. Dat kan ik je wel vertellen. Heb je mijn kleine jongen gezien? Ja, knappertje. Kijk, mijn kleine jongen. Kleine jongen. Je bent van deze wereld. Oh, mijn moeder en Patrice. Ach, die blijven ook wel lullen, hoor. Die kun je zo heel de dag laten staan als je wil. Allemaal dekentje. Is iedereen die je wilde? Ja, dat zijn de mensen die ik ook helemaal niet verwacht. Nick is er, Grep is er. Echt super tof. Leuk zeg. Oma Rijn. Mijn opa en oma. Woe! Nee? Nee. Oh, dat had ik niet verwacht. Nee, ik ook niet. Oh. Ja, misschien voor mijn oma is het wel te druk. Ja, dat zei jij al wel, hè? Oh, mijn jongen. Weet je hoe ze heet? Wat? Weet je hoe Lois de baby heet? Nou? Romee. Oh, wat leuk! Leuk, hè? Ja. Leuke naam, hoor. Tante geworden van Romee. Ja. Ik heb bijna alleen maar mannen daar. Ja. En ik alleen maar vrouwen. Ja. Mensen. Ja, alleen mijn moeder. Ja. Lachen. Oh, dit is echt fantastisch, man. Want ik dit in mijn leven nog ging meemaken. Okay, dan had ik echt niet gedaan. Jij moet wel je tanden in de gaten houden. Mm. Klopt. Oh, de visagier is klaar, denk ik. Moemin! Kijk, zie je, die lult toch tegen iedereen, die Mari. Oh, laat ze zien. The last walk. Spannend, hè? Ik denk nou best op een bekende actrice. Maar... Wie? Die heeft ook rood haar. Wat is het nou? Welke film? Nederlandse speelfilm. Oh, dat weet ik niet. Niet Chantal Jansen, niet Jennifer Hofman. Ik weet het nieuws in. Oh, maar ik denk als je foto's maakt, is dat Google Image Search. Ja? Dan zou je denk ik wel. Nou, dan mag het voor mij zo wel beginnen. Ja, voor mij ook. Ik eerst lekker familie aan het landen is en dan komen de fans. Ja, komen de fans. En ik denk dat we dan kort daarna ook al gaan beginnen. Ja. Och, jongens. Ik zie de tatoeage wel. Ja, stoer man. Mickey bedoel je? Nee, Mickey zie je niet. Ja, weet je. Weet je, maar Mickey zie je niet. Mickey zie je er net even bij met die oren zo. Loop. Dat is leuk, man. God, wat een setting. Ook. Lachen. Ja, maar mooi ook, hè? Ja. Lachen, man. Ik vind het ook echt super cool dat iedereen gewoon kon. Hé, hey, je pa, man! Die zwaait! Waar is hij? Daar, nou, tussen die borden. Hij komt er nu aanlopen. Je hoort ook met de dagreizer. Hé, hey, je broer zwaait ook. Oh, ik zie het niet anders. Ja, je moeder staat er net tussen te kijken. Ik ben met drie dagen. Je wordt natuurlijk helemaal gek. Ja, Hisk heeft een groepsreis naar IJsland gemaakt. Ja. Dat maakt... Stiekem. Ja, ze moet passen. Ja, dat zie ik. Ja. Dat is al wel ding. Rood staat mijn moeder ook, dus ik trek ook rood aan. Ja, want
Dankjewel. Oh. Ben je klaar met plassen? Nee. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Ja. Vind je het spannend? Nee, heel erg. Ben je zenuwachtig? Heel erg zenuwachtig. Hoeft niet, lieverdoor. Het gaat allemaal goed. Ja. Maar ik wil alleen met je knuffelen. Ja, maar ik denk dat eigenlijk kan dat nog niet. Maar heel stiekem even. Ja, oké. Wacht heel even dan. Ja, ik wacht. Ja, ja, liever, het zijn maar twee toiletten. Die. En die is ook op slot, dat weet ik niet. Ja. Maar je moet hem zo openmaken. Zo. Oh, zo. Kijk, zie, okay, hij heeft wel aan jou open. Heb ik wat. Aan jou heb ik wat. Ja, alsjeblieft. Ja, oké. Ja, oké. Okay. Okay. De pijltjes op. De, ja. Ja, bedankt. Graag gedaan. Moest je zo nodig plassen? Ja, ik kon niet meer. Oh, je zenuw allemaal. Een ja. Paar dagen. Wat heb je een mooi tenuutje aan? Ja, we zijn gesteld. Ja, dat had voor de finale. Maar ik vind dat rode wel heel mooi staan. Ja? Ja, hallo schattenboutje. Oh, ik ben blij om weer te zien. Ja, je ziet er mooi uit. Ja, hè? Ja. Oeh. Netjes hoor. Ja. En lastig? Ja, nou ja, ik wil wel heel graag. Ik wil heel graag. Ik wou natuurlijk al best wel naar huis. Ja. Maar ja, ik ben wel blij dat het nu zover is. Maar ik vind dit wel spannend. Ja. Dit had ik nooit verwacht. Nee, hè? Nee. Nee, dat had ik wel verwacht. Maar het is wel heel logisch, is hoor. Het is heel logisch. Ja, daar gaan we straks over hebben. Doe lief succes. Ja. Ja, dank je. Maak er wat van. Dank je. Waar heb jij geplast? Sorry, tegenbouw. Ja? Oh, ik zie er zo anders uit. Och, jongens, jongens, jongens. Waar gaan we onze jassen dan laten? Over de kruk? Nou, dat denk ik niet. Ja. Inderdaad. Nou, dat ziet er niet uit, denk ik. Ja, maar dit is zo'n glad stofje. Ik glij hier al dan. Misschien neemt iemand dat even aan. Wie? Dat denk ik. Zou ik zo, ja, moeten zo even vragen. Ja, Hees? Ja. Is het zover? Oh. Zit mijn achterste dingetje van mijn zender nog goed? Ja? Oké, top. Finale, jongens. Anderhalf jaar verder. Oh. God, ja. Vandaag precies anderhalf jaar. Dat is mooi. Ik ben al lang blij dat ik niet moet zeggen van... Ja, ik heb 18 dagen beter. Mooi rond getal. Punt. Halleluja. 18 ook. Hees, wat gaat er door je heen? Dood zenuwachtig. En dan zie ik mijn moeder zo. Dan vind ik, ben ik echt heel trots op haar. En dan wil ik eigenlijk heel verdrietig zijn. Maar ik wil gewoon niet huilen, want ik zie er zo leuk uit. Ja, ik ben gewoon een beetje emotiedood of zo. Weet je wel, dat je niet meer weet waar je ermee moet doen. Ja. Nee, dat begrijp ik heel goed. Dat ken ik. Ik wil gewoon tempo erin, maar dat kan natuurlijk ook niet. Want de mensen komen nog. Ik weet ook helemaal niet wat ik verwacht. Of ik daar zo meteen naartoe moet lopen. Of ik nog iets moet zeggen. En wat wil ik dan zeggen? Ah, oh, joh, alles gaat... Mensen moeten ook al best wel lang wachten, de familie. Ja. De fam. Ja. Maar ze hebben het wel gezellig, hoor. Want toen ik het even door dat zeg maar sanitair snel loop, want ik wil dan niet dat je dan naar iedereen toe lopen. Nee. Maar als ik dat dan zo hoor, dan is het echt, het is super gezellig met z'n allen. Iedereen is ook hartstikke leuk met elkaar. Ja. Volgens mij is het echt goeie leuk. Sfeer. Ja, echt heel goed sfeer. Je moeder kwam ik nog even tegen. Echt? Ja, echt scheet. Ja. Maar dat is ook leuk. En ja. Dat jullie Gros. Oh ja. Hij heeft een poedertje. Ja. En een haarlak. En wattenstokjes.
Okay. Stel dat je onder een beetje doorgelopen bent en okay. ze willen foto's maken, dat je even een checkje doet. Mm-hmm. Ook als het gaat beginnen, kijk even, is er hier een spiegel of zo? Ja. Ja, hier. Dus. Dat je even in de spiegel kijkt, hoe zie ik eruit voordat ik de deur uitloop. Ja. Hij heeft het echt geweldig gedaan. Graag. Ja. Ik vond het ook zo'n aannemelijke situatie. Toen Christel Hiske eindelijk maar zover had om mee te doen aan die verjaardagskalender. En dat ze eigenlijk alleen maar één schouder bloot wilde doen en verder niet. En de andere meiden deden veel meer. Maar dat is ieder zijn eigen keuze. En toen gingen toch Joachim en Gerrit waren dat, geloof ik. Met Poesje, maar die ging een filmpje van haar maken. Zo'n, die, zo'n hoe noem je dat nou? Nee, nee. Webcam, toe. Wat Merel steeds deed. Ja. En ze was zo allemachtig boos en zo verdrietig. Ze is gestopt en ze is in het huis gegaan. Maar beide jongens die zijn bij haar gekomen en die hebben een excuus aangeboden. Oh, hij gaat dansen nou, hier op het podium. Dat weet niet. Je hoort erbij bij het werk, de pilsen, toch? Ik heb mijn hond bij vrij, denk ik. Dat is een goed feest hier, man. Nette douche. Kom maar! Merel zit ook boven te roken. Ja, roken, ja. Oh, de fans komen zo. Maar tien hoor. Ja, per tien voor Gerrit. Ja, tien voor Gerrit. Je bent een hele ziel en zaligheid voor Gerrit. Ja, tien. Ik ben wel benieuwd wat voor fans. Zij weten. Ik ken al vier. Of kennen, maar die benaderen mij op een Facebook. 60 ja. plus. Sowieso. Ja, die is slecht. Ik kreeg er oorpijn van. Het was een goede poging. Hij heeft het leuk geprobeerd. Maar ik vind het origineel vind ik ook al slecht. Ja, het had wel wat. Maar ja. Probeer het maar. Nee. Doe het maar na. Is niet voor mij bestemd. Het wordt wel dat realiseer ik me heel erg. Ja, dat wel. Dan gaan jullie met z'n tweeën. Ja, duur maar, begin maar. Ja. Microfoon ligt op de... Dit is mijn kans, hè? Ja. Ja. Hier ben ik voor geboren. Ja, doe maar. Nou, zal ik dat vertellen? Ja. Gerrit, toen hij nog in Groningen woonde, had hij het al een beetje over dat hij misschien nummertjes had gemaakt. De deur gaat weer dicht. Hier is Merel en Gerrit zonder de deuropening. Ik zie ze niet. Het zijn die badjes. Los. Goedendag. Moest het ding naar boven houden, hè? Die deur moest naar boven houden, die kruk. En Doek moest er natuurlijk komen. Zo, ik moet raam, hoor. Raam boven. Raam boven. Kada! Power! Woo!
Varenbuis. Lekker buis. Gerrit zegt, mijn jongens zitten daar. Mijn jongens zitten daar. Ik kan wel eens kijken of ik kan verder van de Dat zou dat kan zijn. Ik denk niet of zij potentie erin zien. Maar... Ja, ik denk niet dat sneller dat is. Netjes hoor. Ben ik niet gewend zo. Branden, niet te pakken. Ja, ik heb een pak aan. Prima. Super. Alles moet uit, hè, Brendan. Striek als je naar buiten komt. Gewoon strieken, dat doe ik bij je mee. Ik ben er! Hi! Oh my god! Brendan! Alle ballen verzamelen! Geweldig, superleuk, hallo! Oh, geweldig, leuk zeg, hallo! Spannend, echt heel leuk, ja, zo spannend, hallo! Oh, hallo! Ja, heel leuk, hallo! Ja, speciaal voor haar! Hallo! 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 Oh, echt leuk! Nou, we gaan genieten, hè? Ja, zeker! Helemaal leuk. Oh, oh. Ze blij jullie te zien. Oh, nou, je moest, mogen niet uit, hè? Ik zeg, oh, ik zeg, en dan ging ze weer. Rent ze weer heel die silo uit. Oh, ik het mocht echt niet. Oh, dus zo ging... trots op de. Ja, ik ben echt benieuwd. Leuk, hè? Ja. Heel spannend. Heel spannend. Ja, ja. Heel spannend. Gaat hij? Ja, ja. Oh, goed. Oh, gelukkig. Komt goed. Leuk, ja. Ja, ik vind het heel... Jij gaat denk ik als eerste, hè, Bren? Jongens. Oh, mijn zender.
Thank you.
En wacht tot hij voorbij is. Ja, die. Mike loopt even. Ja? Ja, wacht even. Dit is een Doe hem dan maar even opnieuw nog een keertje dan. Als jij aandrukt. Ja, doe hem dan maar aan. De vliegtuig is weg, toch, Pepijn? Oh nee, nog niet. Kijk, papa met zijn mooie laarsjes. Waar? Daar. Die blauwe voor Chris. Oh, ja. Dit is de laarsjes. Zeker, ja. Oh, hey, dat is het jaar. Nee, dat is Sas. Ja, sorry. Wel erg, ik ben altijd drukker. Dat is ook spannend voor hun, hè? Ja. Oh, ik wil Denzel vertellen. Denzel. Kijk hem lopen. Hé, hey, lauwe boy! Haha! Mijn kleine jongen! Kleine jongen van 2,10 meter! Dat vindt hij echt vreselijk niet. Oh, denk ik knik je ook nog het raam uit. Heel lekker, Ger! Hé, hey, maar Ger, Brigitte zit er ook. Je hebt zich ook mooi aangekleed voor jou. Ja. Ziet er goed uit weer, hoor. Oh, ja hoor. Nee, nog steeds. Zo meteen even een spaar vanuit. Ja, natuurlijk! Nou, dan kom ik er ook weer bij. Kom erbij, jongens. Kijk jullie allemaal? Ja. Even wachten. Pizza. Ja, doe maar. Hey! Goeie. Dankjewel. Ja. Nou, ga jullie maar lekker staan hoor. Ja. Wij blijven ook nog even lekker staan. Middle is oké, okay, alleen! Middle! Kun je zusje schrijven? Yay! Mijn broertje die schaamt zich kapot. Ja. Thank you.
Ik heb het niet zo heel erg laat gedaan.
Thank you.
Ja, tuurlijk. Hallo! Hi! Hi! Zing in? Ja, ja. Spannend? Ja? Ik vind het ook spannend. Dankjewel. Ik ga iedereen even een handje geven. Hallo allemaal. En de familie van Gerrit, hallo. Willy, welkom. Hoe voelt u zich? Goed hoor. Ja, spannend? Ja, ik vind het wel spannend. Ja, wat denk je? Winnaar? Geen idee. Geen idee. Ja, hi. Hallo. Willy. Ja, dat sowieso, ja. Hè. Ik ga zo nog even bij ze binnenkijken hoe het allemaal gaat. Ik ga iedereen even een handje geven. Hi. Ik ben Willy. Zusje van Brendan. Hoe voel je? Ja, wat denk je? Ja, natuurlijk. Hij moet gewoon winnen. Ja. Nou, laten we dat eens eventjes gaan bekijken. Dit is familie van Frenny. Yes. Hi. Hi. Willy. Hoi. Hi. Hi. Leuk het te ontmoeten. Hoe voelt u zich? Nu relaxed. Ja? Ja, nu wel. Nou, wat denkt u? Geen idee. Geen idee. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Toch? Ja, toch? Echt utopianen, hè? Ja. Nou, de familie van Hiske, hè? Ja. Hallo. Even naar de moeder van Hiske, hoor. Even naar de mama. Ik ga even een knuffel geven. Ja, dankjewel. Hoi. Goed. Ja? Ja? Prima. Hoe voelt u zich? Zenuwachtig. Snap ik. Ja. En hoe is het met de zenuwen van je dochter, denk je? Heel erg. Ja? Ja, ja. En hoe was het om er even snel te zien? Heel graag. Heel fijn. Ja, heel even stiekem zo. Ja, leuk hè? Fijn hè? Ja. Ja, want jullie hebben elkaar hoe lang niet gezien? In maart. Zo, dat is al een hele tijd. Dus met 9 maanden? Ja. Wordt het ook wel weer tijd, hè? Zeker weten. Nou, ik ga heel eventjes naar binnen bij de kandidaat kijken hoe het allemaal gaat. En dan kom ik zo meteen weer bij jullie terug. Joehoe! Natuurlijk, kom even gezellig staan. Ja. Ja? Ja. Hier? Oh, sorry. Jawel. Ben je zenuwachtig? Ja, ik vind het spannend. Ik vind het heel spannend om de laatste utopiaan van het jaar te mogen bekendmaken. Dat is een enorme eer voor mij. Ik ben hier begonnen en ik mag het afsluiten. En dan met de winnaar, ja, dat vind ik echt fantastisch. Dat doet me heel goed. Want wat voor herinneringen roept het jou op als je hier weer rondloopt? Heel veel herinneringen. Ik heb hier, denk ik, mijn leven is hierdoor veranderd. En op een positieve manier veel mensen ontmoet. Veel leuke nieuwe vrienden gemaakt. Maar vooral de levenslessen die ik hier heb geleerd, die ga je in de buitenwereld toch echt niet krijgen. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. En wat betekent het voor jou dat na 6 jaar dit hele avontuur stopt? Ik ben een beetje weemoedig, merk ik. Het stopt natuurlijk echt. Het komt niet meer terug. Het is een heel groot deel van mijn leven geweest. Dus ik denk dat er wel een traantje gaat vloeien. Ja, het is toch wel heel bijzonder. En wat heel veel kandidaten mee gaan maken, heb jij al meegemaakt. Hoe is het om als kandidaat weer terug de gewone samenleving in te gaan? Nou, als je terug gaat in een samenleving is het gewoon heel erg belangrijk dat je aardt. En dat je even de tijd neemt en dat je geen grote plannen maakt. Gewoon heel eventjes de wereld weer op je in laat werken. Want autorijden is eng, boodschappen doen is raar, herkend worden is raar. Dus daar heb ik altijd tegen alle kandidaten gezegd, hou daar heel eventjes rekening mee. En dat doet ook heel veel leuke dingen met je. Want het is natuurlijk een hele fijne vorm van aandacht. Ja, over de kandidaten, heb je een favoriet? Ik heb zeker een favoriet, maar ik ben hier vandaag als presentatrice. Dus dat ga ik niet vertellen. Wat leuk, maar zo'n middag aan elkaar praten, hoe is dat om dat te mogen doen? Nou, ik vind het ontzettend tof en echt een eer dat ze mij hebben gevraagd om dit aan elkaar te praten. Het is een stukje afsluiting voor mij. Ik vind het heel erg tof om samen met de winnaar daar straks op het podium te staan. Ik ben begonnen in 2013, ik mag het eindigen in 2019. Ja, mooier dan... Oh, wat zijn jullie mooi! Ja, toen dachten we, doe maar niet. Op zich gaan er nu 3 toiletten. Ja, maar hoeveel zijn er 3 toiletten? Ja, kom. Oké, rennen jongen. Zo gauw. Oh, het is wel erg. Ja, ik sprong ook net. Oh, ik sprong net verkeerd, weet je wel, op de helft. Ja, daarom, dat doe je, ja. En dan ben ik... Ja, hoe vind je het om daar even zo een beetje te zien? Raar? Ja, raar. Hebben jullie er zin in? Ja. Ja? En er klaar voor? Wow. Ik ben ook gespannen hoor. Echt, er zitten allemaal mensen. Buiten gaat het los. Oh. Hoe gaan de zenuwen? Ja? Zullen we even kijken met z'n allen? Ja. Kijk, ik tril ook hoor. Goed hoor. Ja? Ja. Hey, prachtig wat jullie aan hebben. Echt hoor. Ja, we gaan zo beginnen. Ja. Ja. Oh, hoe gaan we het doen dan? Spannend. Ja, wil je dat ook hebben? En adem uit. Nee, ik wil hem even. En adem uit. Denk aan even, jongens. Denk aan even. Ja, en nog even een beetje Krav Maga. Sodemiet erop! Sodemiet erop! Sodemiet erop. En zo, balzak. Neus. Hoofd, neus.
Nou, ik heb er wel zin in eindelijk. Genieten. Ja. Ik hoor dus helemaal niks, hè? Doe ik al. Nee. Ja, ik vind het wel heel eng met die stenen, hoor. Ik loop natuurlijk nooit te hakken. Lekker rustig aan. Gaan we, jongens. Het laatste van Utopia gaan we nu in, hè? Herinner je dat? Was het echt, hè? Ja. Ik krijg bijna een traantje van je mogen, maar ik ga niet janken. Nee, ik moet ook kappen nu, hoor. Dit is echt de afsluiter. Echt de afsluiter. Realiseer dat. Pak je moment. Oh, ondanks alle spanning ben ik wel echt aan het genieten. Heel goed. Ja, ik oh, straks ja. Moet je iets zeggen en dan staan al die mensen voor je. Ik... Oh. Ja, dat vind ik ook heel eng. Ja, vind ik dood. Je hebt het al vaker gedaan, hè? Op een podium. Jawel, maar dat. Maar het gaat dit zo anders, Gerrit. Er komt zoveel emotie bij kijken. Mensen die je al lang niet meer hebt gezien. Dat, ja, een praatje houden voor een groep mensen, dat is niet... Nee, dat is niet persoonlijk. Dat is niet meer nee, dat snap ik, ja. Maar ik begrijp wel dat je bedoelt van, kom op, ja, dat echt... Je kan het. Ja. En iedereen kan het. Ga Bruno mee in je zak. Dit gaan we gewoon met z'n allen op. Oeh. Ja, Bren, mag je weer als eerste? Ja, dat is waarschijnlijk. Nu. Ik ben wel blij dat ik het laatste aanschuif. Ik vind het wel fijn dat ik... Dan kun je geen verkeerde plek. Ik vind het echt wel leuk, nee. Want Bren proeft al die sferen van iedereen. Dat is wel gaaf, hoor. Ja. Ja, ik vind het wel cool. Zijn we er klaar voor? Ja, ik hoef het even niet te zien allemaal meer. Oh, wat? Ja, dat komt wel. Meer of verder? Check. Oh, kippenvel. Check. Oh. Oh, kippenvel. Ja, ik heb het nu ook niet meer, hoor. Klamme handjes. Oeh. Zo, ik ook. Ik moet plassen, maar ik ga het niet doen, maar... Och, jongens, dan zie ik mijn moeder zo weer. Mijn papa, mijn broer. Woe! Oh, ik ben zo blij dat ik er naartoe rende. We zijn wel allemaal met twee klemtonen. En mijn studentenvereniging, studentenclub, klemtoon zit er ook. Yes! Oeh, boom! Het is heel leuk dat Lars er mee. Je zit er ook mee, mooi. Ja, heel mooi. Echt heel leuk, ja. Romee. Echt een meisjesmeisje. Boy, Lois en Romee, ja, geweldig. Ja, dat klinkt lekker. Ja, echt heel leuk. Oh, dan ga je ze meteen ook allemaal zien en ploepen. Ja, joh, en, Vinci dan. Mel schreeuwt net, hij is 4 maanden. Oeh. 4 maanden. Kind. Het is toch vreselijk? Het is toch voor je beste vriendinnen? Ja, is erg, hoor. Maar ja, Deo. Hierna kan je alles... Waar ligt Deo? Of de Deo die hier net stond is? Oh, laat maar, die ligt hier gewoon. Blijf vriend. Go! Dankjewel, dames en heren. Super.